mevrouw van Borselen. Ben Pauls zonnebril kwijt. Zo naar. Ik draag hem altijd als aandenken nu. Ja, ik heb hem niet zoek gemaakt hoor. Ik raak alles zo min mogelijk aan. Aldo, luister nou eens goed. Nou, laten we eens even gaan zitten. God, Hans, maak me nou niet nog erger in de war. Ik heb de knoop doorgehakt en het moet nou maar. Het is geen weloverwogen en nuchter besluit geweest, Aldo. Ja, wat maakt het uit? Ik heb mijn leven verpest en verdaan. Luister, dat jij jezelf enorme verwijten maakt, dat is mooi. Dat is een stukje zelfkritiek, wat mensen smeken dat menig in er meer van zou hebben. He? Goed, er zijn momenten geweest dat je alerter had kunnen zijn. Je hoeft jezelf niet af te rekenen op de hele verantwoording. Echt niet. Kijk, je had te maken met criminelen, gekke, slechte mensen zonder geweten. Het is niet vreemd dat je daar niet tegen opkomt. Nee. Ik heb Gabriel niet voldoende beschermd. Ik heb me niet voor hem gegooid. Schuld genoeg. Maar je hebt ook jarenlang voor hem gezorgd, ja? Heel zorgvuldig, omdat je van Gabriel hield. En dat mag je best heel zwaar laten wegen. Ja, dat is zo. Ik hield ook van Gabriel, maar... Pauls huis. Al die herinneringen. Ik ben hier een tijd lang zo gelukkig geweest. Nadat hij dood was... Toen het allemaal zo tegen zat met die successierechten. Dat ik hier kon blijven wonen, dat maakte zoveel goed. Hè? Maar blijven kan je nog. Hallo, ik ken je 28 jaar. Bijna je hele leven in het centrum gewerkt. En gewoond ook zo min mogelijk tussen de buitenlanders. Ergens anders kwijt je weg, sorry. Na Pauls dood, ik was wel eenzaam, weet je. Maar niet zo ongelukkig. Gewoon omdat ik hier zat, hè, in de grachtengordel. Alles zo vertrouwd. En dat met Gabriel, dat heeft me jaren achteruit gezet. Maar aan de andere kant, zo oud ben ik nog helemaal niet. Het is waar, zo'n oudere woning. Of je leven definitief voorbij is. Hier had je nog het gevoel dat je een beetje meedeed. Nou, dan moet je er dus niet naartoe. Nee, zo simpel is dat. Maar erop terugkomen, kan ik dat maken? Luister, Ellen en ik gaan met Driekje praten en zeggen dat het niet doorgaat. Ja, en dat ze eindelijk ophoudt je te intimideren. Dat was de afspraak. Volgens mij is ze heel erg schies, hoe heet dat? Vanwege het trauma natuurlijk. Maar lastig is het wel. Aldo, op één ding moeten we dan wel kunnen rekenen, is dat je niet opnieuw toegeeft. Hè? Anders is het voor ons ook geen taakstelling. En als ik hier toch zou kunnen blijven wonen, ik zou jullie zo dankbaar zijn. Dat is dan toch geregeld, hè? Wij bellen de verhuisgraf, mevrouw van Borselen, pak die doos uit en Aldo, jij die tas. Goed hoor, ik begin meteen. Aldo, hier is die. Zie je dan wel dat ik nooit iets wegmaak? Maar als ik wil. Weet je, dat zie ik nou gewoon als een goed teken. Weet je dat? Hé, jullie hebben gelijk, ik ga hier niet weg, ik verdomme het.